Ik ben Joey en welkom bij een nieuwe video. Vandaag is het een video over de positieve en de negatieve dingen van het HBO. Dan wil ik even zeggen dat het allemaal mijn mening is, dus het kan zijn dat andere mensen hier heel anders over denken. Dus bedenk dat even als je wilt. En ja, ik heb een pleister. Maakt niet uit. Verder ga ik voorbeelden geven op basis van mijn studie en dat is ergotherapie. En dan gaan we beginnen! Wat ik het allerleukste vind aan het HBO is dat je allemaal mensen hebt die dezelfde interesses hebben. Je zit op een studie en daarbij lijk je best wel veel op elkaar, want je hebt toch een studie gekozen dat past bij je persoonlijkheid. En daardoor maak je heel makkelijk vrienden en is heel gezellig en dat is echt superleuk. Dat vind ik echt een plus. Zo heb je bij de studie ergotherapie bijvoorbeeld geen sportmuizen zoals Sofian met liefde voor schoenen. Grapje, Sofian. Iets wat ik wat minder goed vind aan het HBO is dat je soms voor 2 uurtjes naar school moet. En dat is best wel vervelend. In mijn geval moet je voor 2 uurtjes ook weer 2 uurtjes in de trein. En dat is best wel suf. Wat ik leuk vind aan het HBO is dat je vakken die je krijgt, die zijn meestal eigenlijk wel interessant. Want je hebt toch een studie gekozen met vakken waarbij je denkt, nou, dat trekt me wel aan. Dus dat vind ik heel erg leuk. Maar uiteraard heb je ook wel weer vakken waarbij je denkt, oh mijn god, waar gaat dit over? Ik snap er niks van. En is dat echt een verschrikking. En wat ik verder top vind is dat de vakken vaak praktijkgericht zijn. Je leert echt vaardigheden waardoor jij straks je beroep kan uitoefenen. En dat is natuurlijk hartstikke top. Een voorbeeldje uit mijn eigen opleiding is dat ze bijvoorbeeld een praktijkhuis hebben. En dat is een huis waarbij je kan oefenen met elkaar. Later zal je namelijk ook op huisbezoek gaan. En dan zal je ook in een huis komen. En dan heb je toch wat een echter, reëler beeld. En zo hebben we ook eens in de zoveel tijd simulatiecliënten. En die doen dan alsof ze een cliënt zijn. En dan moet jij, zeg maar, daarmee gaan spelen. Kan jij echt ergotherapeut uithangen. En dat werkt echt heel goed. Dat is gewoon best wel realistisch. En dat is natuurlijk weer even wat anders dan oefenen met je klasgenoten. Kijk hoe groot mijn muur zo lijkt. Wow. Wat ik wat minder vind is dat de koffie echt smerig is uit de automaat. Het is echt heel erg vies. Het is echt niet chill gewoon. En de thee is 40 cent. En als je een kan thee haalt, is het ook 40 cent. Dat snap ik niet. Ik haal van thee. Dat vind ik heel vervelend. Ik snap dat gewoon echt niet. Verder zijn de broodjes in de kantine ook niet heel erg goedkoop. Dus dat is ook wel een beetje jammer. Wat ik echt top vind is dat de leraren vaak uit de praktijk komen. Dus de leraren bij mij op school hebben allemaal in een ergotherapie setting gewerkt. Waardoor je echt super veel voorbeelden uit de praktijk kan krijgen. Daardoor weten de leraren ook echt goed waar ze over praten. Zijn de leraren gewoon echt ontzettend goed. Wat ik dan weer echt minder vind is dat de cijfers echt zo freaking lang duren. Leraren hebben 15 werkdagen de tijd om een cijfer in te voeren. En ze doen er ook al precies 15 werkdagen over. I mean, wij zijn ongeduldige studenten en we willen onze cijfers weten. En onze 15 werkdagen, dat is gewoon 3 weken. Dus dat is best wel lang. Wat ik wel weer top vind is dat de stages geregeld zijn. Dus je hoeft geen eigen stageplek te zoeken. Het mag wel, maar het hoeft niet. Daarbij mag je voorkeur geven aan de stageplekken die jou leuk lijken. En dat is natuurlijk hartstikke top. Ik weet namelijk dat het bij sommige opleidingen niet zo is. Maar ik weet dat het bij mijn opleiding wel zo is. En dat vind ik echt een dikke plus. Wat ik wel weer echt wat minder vind is dat soms echt super vaag is. Zo wordt bij mij op de opleiding gepraat in lesweken en dat kan best wel verwarrend zijn als je dat wart met normale weken. En dat gebeurt soms ook nog wel dat leraren daar zich in verwarren, dus dat is soms een beetje vaag. Daarbij wordt bij mijn opleiding altijd gezegd, deadlines moeten in die week af zijn en dan moet je zelf kijken wanneer jij dan les hebt in die week en dat is dan jouw deadline dag. Dus dat is soms nog een beetje vaag. Maar uiteindelijk heb je gekozen voor een studie die bij jou past en waarbij jij denkt, dat beroep wil ik later uitoefenen. Dus dan kan je wel positieve en negatieve dingen hebben, maar uiteindelijk moet ik jou aanspreken. Maar als je nou nog twijfelt over je studie, kom dan morgen naar de open dag. Dan kan je ons ook zien, dat is vet leuk. Wow! Kan je ook leuke polsbandjes scoren van ons en dan kan je nog wat leuks winnen. Ja, is leuk. Goed, dat was het dan alweer. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben gehad. Laat jouw irritaties en positieve dingen hieronder achter. Willen jullie nou nog meer zien? Klik dan hierdoor voor 2 andere video's. En klik hier om te abonneren. Doe een duimpje omhoog, jongens. Doei. En hoop ik jullie morgen op de open dag te zien. Ik ben mijn ergotherapie, Nicolas Stulphuis. Leuk, dan blijf ik even weg. Doei. Doei.